ik jullie weer kijken. Wat ga ik jullie deze week laten zien? De spotsprayer in de winterpeen. En we gaan naar de bioveldag in de buurt van Lelystad. We gaan vandaag spotsprayen met de Eco Robotic in de winterpeen. Goedemorgen, mijn naam is Casper van Oostrum. Ik sta hier namens de firma ABMEC. Ik ben de productspecialist van deze machines voor deze regio. Wil je ook even iets uitleggen hoe dat deze machine precies werkt? Ja, de Eco Robotics is een van de spotsprayers die er momenteel op de markt is. En wat Eco Robotics uniek maakt, is dat Eco Robotics heeft een grote kap om de machine heen. En als die kap zo meteen omlaag komt, dan is die voor 6 meter breed compleet licht afgesloten. Dan zie je daar op die trommel, zeg maar, branden 2 ledlampen die beginnen net te flitsen. Wat die lampen eigenlijk constant doen, is elke foto die de machine maakt, maakt hij met een flits. En omdat die kap dan compleet licht afgesloten is, kan die bij dag en bij nacht onder hele continue omstandigheden foto's maken. Op die foto's kan hij vanaf 2 mm plantjes herkennen. En dus dan kan hij zien dat er wat groen staat. En vanaf 2 centimeter, dus het formaat van een euromunt ongeveer, kan hij dan ook zien wat dat plantje is. En dus dan kan je, als je gewasplant 2 centimeter is, kun je al alle onkijkers weg gaan spuiten vanaf al hele kleine afmetingen. Elk stuk kap heeft dezelfde spuitboom. De spuitbomen zijn allemaal net iets breder dan 2 meter. En die hebben 52 dopjes en zitten met 4 centimeter dopafstand. Dus die hebben een klein beetje overlap, zoals een spuitdopje altijd heeft. En ze daarom een beetje scheef. Ja, dat heeft een normale spuit ook, maar de meeste mensen hebben het nog nooit gezien omdat ze meestal omlaag kijken. Yeah. Maar ze hebben dus een klein beetje bij elkaar langs, een klein beetje overlap. Dus elk dopje spuit op de grond minimaal 6 bij 6 centimeter. Dus dat is de minimale tegel wat hij kan maken. Heb je nou een onkruidje wat groter is, dan kan hij meerdere dopjes tegelijk aanzetten. En dat analyseert hij dan zelf. Nu ga je in de winterpeen rijden, die staan naar bruggen. Ja. Hoe hoog komt deze dop nou boven bij die rug, bij die been? Hij houdt de dop constant ongeveer 26 centimeter boven het gewas. En dus daar in die camerabox, dit is een 3D-camera. En die 3D-camera die scant constant het profiel van de grond. En doordat hij dat profiel ziet, kan hij ook zien dat hij in een rug bezig is natuurlijk. En dat, hoe hoog het gewas daarbij nog is. Hij kan ook dus timen van, joh, staat er een onkruidje boven in de rug of onder in de rug. Dat hij dat eerder loslaat, zeg maar, dat middel. Dat het op het juiste moment op de goede plek terecht komt. En dan rij je wel tot 7,2 km per uur. Dan wordt dat soort timing best belangrijk. En in welke gewassen kun je allemaal al aan het werk? Het meest populair in Nederland is bieten, uien. Peen komt daar dan bij. Witlof wordt daartegen geëxperimenteerd. Ridderzuring, distels, Jacobs kruiskruid in grasland, dat gaat best heel goed. En we zijn nu ook bezig om te experimenteren in de bollen. Loonbedrijf van Dun die komt hier met de Eco Robotic. Deze allemaal mooi nat. Ja, kijk, en zo heen slaat hij dan waarschijnlijk wel over, hè? Ja. Hier staat het gewas tot hier, zeg maar, als je het recht omhoog bekijkt. Dan hebben we 2 centimeter veiligheidsmarge, ongeveer, iets dikker dan mijn vinger. En dan als het dopje dan net goed uitkomt, kan die hier het puntje van het blad nog spuiten. Maar dat is net tricky. Ja. En hier kun je het wel mooi zien. Kijk, hier heeft hij ook die veiligheidsmarge aangehouden. Dus dit stukje van het blad, die is nog droog. Maar hier is het wel nat, de rest van het plantje. Nou, die gaat natuurlijk wel dood. Yep. En dat is eigenlijk een beetje het voordeel van de Eco Robotics. Dus je kan de afweging maken tussen het gewas en de cultuurplant en dan ook die veiligheidsmarges aanhouden. Je ziet dat het wortels nog een beetje glinsteren. Maar we hebben hier net een paar druppels water gehad.
Maar dat blauwe frame wat erachter zit, dat kan je heel snel wisselen van nu wortels naar uien, naar bieten, naar van alles nog wat. Dus in 5 minuten tijd ben je gewisseld. Dus met één machine kan je heel veel gewassen onderhouden. Wij hebben een camera boven de rug hangen en boven de rug branden we de onkruiden weg. Tot heel dicht langs de wortel. Beslis zelf of het worteltje mee wel gaat pakken of net niet gaat pakken. En dan maakt hij een afweging. En waar brand je mee kapot? Met een laser. Een 200 watt laser per rug. Ja. Wat doet de opbod? Wat doet de opbod? De opbod doet onkruid verwijderen. Dat doen we door middel van grijpers. Die grijpers die plukken met 2 mm precisie plukken die eigenlijk het onkruid uit de rij. Yeah. En dan moet je echt denken aan gewassen als wortelen, uien, witlof, waar onkruid echt in de rij staat, waar je niet met je schoffel kan komen. Daar doet die robot het verwijderen. Ik kan al heel veel. Bedankt. Ja, jou ook. Ik heb gisteren weer een tuintje gegeven. Gisteren. Goed zo. Goeiedag.
Dat was super indrukwekkend, al die zelfrijdende robots en die machines die achter de trekker hingen om het onkruid te bestrijden. Dat is natuurlijk niet alleen voor bio, maar ook voor gangbaar. De spotsprayer is hier begin van de week door geweest. Zullen we eens kijken wat het resultaat ervan is. Het is nu zaterdagmorgen. Ik ben nog even koppakjes wat aan het bijwerken. En de wortels die groeien ook lekker. Ik loop even naar een melkdistelplekje. Hier kunnen jullie het resultaat zien. Deze aardappel, die heeft Jan nog gestipt. En hier staan de melkdistels. Die zijn toch hier geraakt. Ze beginnen al te verkleuren. Deze aardappel ook. Zoals het nu lijkt, is dan de wortels niks te zien. Maar dat gaan we afwachten. Volgens mij is dit perfect gelukt met de Eco Robotic. Dan ga ik nog even de koppakken schuiven langs de percelen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.